Dames en heren. Pardon, dames en heren. Leden van de commissie. Ik had al gerekend op meer vrouwen aan tafel, maar dat is nu nog niet het geval. Van harte welkom in ieder geval bij deze eerste vergadering na de verkiezingen. Ik had willen zeggen in nieuwe samenstelling, voor een deel is dat inderdaad ook waar. Ik zie twee nieuwe gezichten aan tafel. Welkom in dit midden. Succes gewenst uiteraard. Mensen op de publieke tribune en thuis, hartelijk welkom vanavond. We hebben op zich een mooie agenda, denk ik, maar dan komen we bij agenda punt 2. We zullen eerst 1 afhandelen. De opening is gebeurd en er zijn ook geen insprekers, tenminste niet die zich gemeld hebben. En ik zie nu ook niemand aan stal te maken, dus dan hebben we hiermee agenda punt 1 gehad. Agenda punt 2, vaststelling, agenda, inventarisatie, rondvraagpunten. Tweede is eigenlijk nog iets wat administratief geregeld moet worden, omdat we daar andere afspraken over hebben, over die rondvraagpunten. We gaan eerst kijken of we met deze agenda kunnen leven. Ja, niemand wijzigingen, dank u wel. Gaan wij door. Ja, de rondvraagpunten. Misschien is het wel goed om te noemen dat er wel rondvraagpunten zijn. Die zijn ook netjes ingediend. Het zijn er 3 van het CDA. Ja. En 1 van de VOV. En die zullen we bij agenda punt 8 behandelen. Bespreken bedoel ik dan. Gebruikmakers van spreekrecht kunnen dus overslaan. Er zijn geen insprekers. Gaan wij naar agenda punt 4. Vaststelling, afsprakenlijst, raadscommissie. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. En ook nu bij nader inzien geen opmerkingen. Dan hebben we ook agenda punt 4 gehad. Dit gaat mooi. Gaan wij naar het onderdeel besluitvormend advies aan de Raad. Agenda punt 5, de gemeenschappelijke regeling werk en scholing Noordoost-Overijssel opheffen en besteding van de vrijkomende middelen. Wie van u mag ik daarover het woord geven? Dat is ja, vrijwel alle prij. Ik begin bij de heer Leuven. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst nog bedankt voor het beantwoorden, op snelle beantwoorden moet ik zeggen, van onze schriftelijke vraag. Dat heeft ons geholpen. Ja, eigenlijk bleef er voor ons eigenlijk nog maar 1 vraag over. En dat gaat over de geoormerkte toe te voegen van de reïntegratiebudget. En dan staat erachter nog aan u voor te leggen plan. Ja, dat zijn altijd van die open einden. En daar willen wij graag toch wel van u graag horen. Wanneer het plan voorgelegd zou kunnen worden. En daar wou ik het even bij laten. Kijk. Niet, VOV, Morst niet, Ruit niet. De heer Moerman, gaat u gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Eigenlijk ook 1 vraag. Is dan een inschatting te maken van het bedrag dat er voor Ommel overblijft naar verdeling Hardenberg en wat die meer zijn? Dat is de ene vraag, dank u wel. En ik dank u. De heer Dalenoord, gaat u gang. Voorzitter, wij zouden graag willen weten wat de status is van de 4 personen die nog over zijn gebleven als die straks naar de Luikom gaan. En zo ja, wat gaat er met hen gebeuren als zij bijvoorbeeld gedetacheerd zijn en dan niet meer in detachering zijn? Andere vraag was of er zal waarschijnlijk geen financieel verslag zijn van 2017, maar vast al wel een voorlopige. En gaarne zouden wij dat willen inzien van de stichting Werk en Scholing. En we hadden nog graag een inhoudelijk verslag over het jaar 2017 van wat er in die stichting allemaal is gebeurd in 2017. Dank u wel. En ik dank u. Mevrouw Heemstede, gaat u gang. Ja, vanuit de ChristenUnie hadden wij eigenlijk een aantal vragen over de genoemde argumenten en de uitvoering van het plan van aanpak. In het raadsvoorstel zien wij dat is eigenlijk beschreven dat de stichting ontbonden moet worden. Of om niet te ontbinden, dat de gemeenschappelijke regeling moet worden opgeheven. En dat dit ook aan andere deelnemende gemeenten zal worden voorgesteld. En de ChristenUnie vraagt zich eigenlijk af in hoeverre dit punt ook al besproken is met de gemeente Hardenberg. En daarnaast lezen wij eigenlijk het stuk over de verdeling van de middelen. En dat er wordt gekeken naar welke partijen een bijdrage hebben geleverd aan de opbouw.
En dat na aftrek van schulden en kosten een eventueel batensaldo verdeeld gaat worden tussen de gemeenten. En graag zouden wij van de portefeuillehouder willen horen, voorzitter, dat ja, de vraag om wat voor soort kosten zou dit gaan. En of er met eigenlijk de onzekere verdeelfactoren een inschatting kan worden gemaakt van het bedrag wat voor ons overblijft. En ook wij hebben, net zoals de CDA, tenslotte ook de vraag van wanneer kan het plan verwacht worden. En of ook de raad hier vroegtijdig betrokken bij kan worden. Want de ChristenUnie zou graag zien dat, dat er bij het voorstel aangesloten wordt bij andere beleidsplannen. Maar dat het geld ook gebruikt wordt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. En, en dat is met name de kwetsbare jongeren toe te leiden naar de arbeidsmarkt. En de ChristenUnie denkt hier eigenlijk specifiek aan de kwetsbare jongeren tot onder de 23 jaar in het speciaal onderwijs. En doet de suggestie om dit plan verder te bespreken en te agenderen in het klankbordgroep Sociaal Domein. Maar we vinden het ook interessant om te horen wat de andere fracties, hoe zij daarin staan. Dat waren dus niet alleen vragen, maar ook adviezen, begrijp ik. De portefeuillehouder, gaat uw gang. Ja, dank u wel. Eigenlijk is dit een heel technisch voorstel. Het ligt voor aan de gemeenteraad, omdat hier een gemeenschappelijke regeling wordt ontbonden. En dat is ook eerst de volgorde der dingen. Samen met Hardenberg, die vraag werd gesteld. Hardenberg krijgt precies dezelfde procedure, ook dezelfde tijdpad. En dan kun je de gemeenschappelijke regeling ook echt daadwerkelijk opheffen en dan kun je gaan liquideren. Ja, en bij liquidaties geldt altijd dat je 6 weken hebt om eventuele schuldeisers. We verwachten daar overigens niet al te veel van, maar dat moet je ook wettelijk even regelen. Om die de gelegenheid te geven om eventueel een claim in te dienen. We verwachten daar dus niet te veel van, dus ik ga er eigenlijk wel vanuit dat die ruime 7 ton wel overblijft. Die 7 ton gaat overigens niet pondsgewijze terug en ook niet langs een 75-25 verdeling. Dat gaat aan de hand van de inbreng. En Hardenberg heeft beduidend meer ingebracht, heel eerlijk. Er werd even gezegd over die status van die WUW'ers. Die 4 zijn voor rekening een risico van Hardenberg. Dat is ook het antwoord in feite op de vraag van goh, wat gebeurt er nou met deze 4? Stel nou dat niet lukt en zo. Dat is allemaal rekening en risico van Hardenberg. Dus met andere woorden, we even 6 weken geduld hebben. Dan weten we wat het geld is. Dan kunnen we met Hardenberg even het gesprek aan. Wat blijft er voor om over? Ik verwacht dat overigens niet al te veel zal zijn. Maar ik vind de suggestie van de ChristenUnie heel goed om even te kijken naar de oorspronkelijke doelgroep. Er is al voorgenomen om het uiteraard aan reïntegratie te bestemmen. Nou, ik proef dat dat ook breed gedragen wordt in de Raad. Formeel gaat u erover, dus u zou kunnen beslissen om er lantaarnpalen voor te bestemmen. Maar dat zou toch een beetje ingewikkeld zijn. Dus dit neem ik heel graag mee, ook in het gesprek met Hardenberg. En we hadden inderdaad het plan om vooraf... bij de bestemming van de gelden te kennen. En we nemen de suggestie graag mee. Tot zover. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede ronde? De heer Leuwik in ieder geval. Gaat u gang. Voorzitter, heb ik het dan goed begrepen dat er in mei een soort plan van aanpak ligt hoe de gelden verdeeld gaan worden? Beantwoord je meteen maar. Ja, vanuit het onderwijs verwacht ik toch een iets betere rekensom. Want over 6 weken hebben we pas de liquidatie inzichtelijk. Hè? En pas daarna komt er een plan. Dus het komt wel voor de zomer. Dat moet u me even. De heer Leuwik noemde niet van welk jaar dat mee was. Verder nog behoefte aan tweede. Heer Dalenoord. Ja, dank u. Voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehad op mijn vragen over het financieel verslag en het inhoudelijk verslag van 2017 van de stichting. Ja, heeft u gelijk in. Ja, daar had ik eigenlijk heel kort in te zijn. Die zijn er gewoon helemaal niet. Het was eigenlijk een dode stichting. We hebben uiteraard heel goed gekeken naar de personele gevolgen van een en ander, maar er was verder niks aan de hand. En wat we gedaan hebben is natuurlijk kijken naar van wat moet er gebeuren met deze mensen. Op zichzelf, namelijk de stichting zelf, die heeft verder geen activiteiten meer verricht. We hebben, zoals ook in het stuk staat, hebben natuurlijk wel langs de andere programma's, de nieuwere programma's waar het ingevlucht is, hebben we ons beleid verder voortgezet. Dus die verslagen waar je het op doet, die zijn er verder niet. Mag ik dan nog even vragen? Als u de voorzitter eraan kijkt wel. meneer voorzitter, die zijn er niet.
moet ik dan ook begrijpen dat er totaal geen activiteiten zijn geweest en ook totaal geen financiële dingen zijn gebeurd in 2017? Dat begrijpt u goed. Oké. Dank u wel. Dan hebben we denk ik hiermee dit agendapunt gehad. En dan is mijn vraag, maar dat is bijna geen vraag meer, hamerstuk denk ik. Ja? Dank u wel. Dan hebben we hiermee echt agendapunt 5 gehad. Dan gaan we over naar agendapunt 6. Het beleidsplan civiel-technische kunstwerken. Wie wil daarover het woord voeren? De heer De Ruiter niet. De overige wel. Ik begin bij de heer Marsman. Gaat u gang. Ik mag één ding niet zeggen. De fractie van de ChristenUnie... heeft het... probeer maar. De fractie van de ChristenUnie heeft het raadsvoorstel en het beleidsplan bestudeerd. En wij hebben inderdaad een aantal technische vragen gesteld. Die zijn ook beantwoord. Dank daarvoor. En wat ons betreft ook afdoende beantwoord. We constateren eigenlijk dat de rode draad in dit voorstel is dat we civiele kunstwerken van een onderhoudsscenario veilig, of ook wel sober genoemd, naar een scenario heel en veilig gaan brengen. En dat wordt dan ook wel basis genoemd. En hoewel uit de stukken is gebleken dat dit ons toch al best meer geld gaat kosten qua onderhoud. We gaan van 27.000 naar 74.000 in 2019 en verder. Maar wij zien wel dat met deze extra stap dat we dan wel geld op een gegeven moment terug gaan verdienen, omdat we een langere levensduur krijgen van de civiele kunstwerken die we hebben. Dus wat dat betreft, en dan loop ik even de punten bij langs van het raadsvoorstel, kunnen wij wel leven met punt 1 van het raadsvoorstel. Nou, het beleidsplan 2 volgen wij ook in lijnen. We hebben wel een vraag over punt 3 uit het raadsvoorstel. Want welk structureel onderhoudsbudget wordt daar bedoeld? Is dat die tabel die op bladzijde 3 staat en die gaat over de jaren 2018-2022. En misschien goed om even in het raadsvoorstel zelf, in die punten, dan even dat eraan toe te voegen. En mogen wij aannemen dat hier heel erg expliciet wordt gezegd dat we een onderhoudsbudget gaan aanhouden en niet vaststellen. Want volgens mij kunnen we niet nu al bedragen gaan vaststellen voor jaren die nog komen. Want dat gaan we in de begrotingen tegemoet zien. Dus dat is even een vraag. En dan tenslotte, meneer de voorzitter, in de begroting van 2018 hebben wij inderdaad dat structurele bedrag van 17.000 euro voor extra onderhoud voor civiele kunstwerken geaccordeerd. Maar in het raadsvoorstel wordt ook melding gemaakt van het feit dat de raad vanaf 2019 daarbovenop nog eens een keer 30.000 euro structureel ter beschikking heeft gesteld. En ik kan daar wel teksten over weervinden in diverse rapporten, maar ik kan nergens vinden wanneer we dat besloten hebben. Dus mijn vraag is van, wanneer hebben wij dat precies besloten, die 30.000 euro? En tot zover in eerste termijn. Dank u wel. Niet de heer Remmers? Ja, zeker, dat dacht ik. U bent aan de beurt, ga de gang. Ik wist niet welke kant erom gingen, voorzitter. Dus dat is weer een verrassing. Ja, ook de LPO heeft natuurlijk kennis genomen van het rapport. En ik denk dat eerst de complimenten op zijn plaats zijn dat het een goed leesbaar stuk is geworden. En zelfs voor leken tussen aanhalingstekens goed te begrijpen. Zeker met de aanvullende vragen van de fracties. Dus dat nam al een stuk weg. Dus in grote lijnen kunnen wij ons vinden met de keuzes die gemaakt worden. Ook met het heel en veilig, kwaliteit B. Alleen één ding in het stuk zit de LPO een beetje dwars. En dat is dat er wordt voorgesteld om dus het budget leidend te maken. Zoals u weet heeft de LPO kort nog geleden een inventarisatie gehouden van achterstallig. En dat trof niet alleen maar dit soort onderdelen, ook andere dingen in het wegbeeld, zoals stoepen en dat soort zaken. En nu wordt dus eigenlijk het voorstel gedaan om de 90.000 die we tekort komen voor 2018, om dat dan maar door te schuiven en het scenario veilig aan te houden. Waarbij in het raadsvoorstel staat, en ik zal het even voorlezen, het scenario veilig is geen wenselijke optie, in zijn algemeenheid dan. Door dit scenario te kiezen is weliswaar de minimale veiligheid gewaarborgd, maar zal de onderhoudsachterstand fors oplopen en de maximale levensduur sterk verkort worden.
En toch krijgen we nu het voorstel om het onderhoud wat voor 2018 nodig is, maar waar we geen budget voor hebben, wat we wel op langere termijn gaan terugverdienen, om dan toch nu maar voor 2018 veilig aan te houden. Met dus de oplopende onderhoudsachterstand en het verkorten van de levensduur. Met het beeld wat de LPO al opgehaald had onder de inwoners, hebben wij daar grote problemen mee. Wij vinden eigenlijk dat dat wat nu geïnventariseerd is voor 2018, wat valt onder de optie heel en veilig, de kwaliteit basis, dat dat dus ook in 2018 uitgevoerd zou moeten worden. En we zijn dus heel benieuwd wat de wethouder ons kan vertellen, of misschien overtuigen, waarom we toch voor iets anders zouden moeten kiezen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Complimenten zijn gemaakt, een aantal vragen zijn al gesteld. Wij hadden eigenlijk alleen nog een andere vraag over de duurzaamheidsfactor bij vervanging van diverse kunstwerken. Gaat het bijvoorbeeld om duikers? Is er ook wel gedacht aan andere materialen, als bijvoorbeeld beton? Sommige gemeentes, zoals de gemeente Alkmaar, die maakt al gebruik van composietmateriaal van restafval. Nou, wordt die duurzaamheidsfactor meegenomen en is dat niet het geval, dan graag bij deze reactie erop. Dat waren het. Dank u wel. De heer Mors. Jij zegt het. Ik niet. Meneer de voorzitter, dank. Er zijn dan een flink aantal vragen al gesteld. Ik ga niet in herhaling vallen. Maar mij viel wel op pagina 27 dat er in 2018-2019, dus mogelijk uiterlijk 1 januari 2020, een geoptimaliseerde raming van de onderhoud naar de toekomst is af te geven. Ik vind dat een beetje lang om nog op te wachten. Dus als er in de tussentijd al resultaten zijn, kunnen wij dan ook daarvan op de hoogte gebracht worden, zodat we niet op een gegeven ogenblik schrikken. Dank u wel. De heer De Jonge. Hij doet het wel. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, er zijn wat complimenten over tafel gegaan, maar wat mijn fractie miste, en gisteren is dat binnengekomen, de beantwoording van het CDA en de ChristenUnie. Wat wij misten in het stuk was in ieder geval een overzicht van de financiën. Ik ben blij dat de beantwoording op de vragen van het CDA ook aansluit bij ons. Maar mijn eerste vraag is van waarvoor was dit al niet een onderdeel van het stuk van dit raadsvoorstel? Want het lijkt me toch vrij normaal dat je dat bij zo'n raadsvoorstel inzichtelijk maakt voor raadsleden. He, dat je niet hoeft te zoeken naar speld in de hooiberg van wat het nou precies betekent en achteraf heel veel energie moet steken in vragen zoals die CDA het al gesteld heeft en die hadden wij nu hier willen stellen. Dus we hadden liever gezien dat het al integraal onderdeel was geweest op voorhand. Ja, voorzitter, en dan het tweede, want als je praat over het beleidsplan zoals het voor ligt, dan kijk je vooruit van 2018 naar 2032. Maar ja, degene wat ik nu wil vragen, dat sluit ook wel een beetje aan wat de LPO vraagt, is van wat doen we nou met het achterstallige onderhoud? Want als je in het stuk wat in de bijlagen erbij zit, bij het daadwerkelijke beleidsplan, daar zitten er weer een paar foto's bij. Van een brug op de Zwolse weg en een brugleuning van een brug over het Ommekanaal. Maar zo zijn er nog wel een aantal dingen op te noemen. Want we hebben in Junne al iets meegemaakt met achterstallig onderhoud, wat het te betekenen heeft. En ik zou ook graag willen horen van op welke wijze we dat achterstallige onderhoud weer in orde gaan maken. He, want er staat dan wel een bedrag in van dat we daar iets mee gaan doen in de verre toekomst. Maar hoe gaat u terugspitten? Voorzitter, want en de volgende vraag is, sluit er ook wel een beetje bij aan, van hoe gaan we in de toekomst, want het stuk geeft aan dat er 1 keer per 5 jaar een schouw gaat plaatsvinden, hoe gaat de preventie plaatsvinden om te voorkomen dat we weer dezelfde achterstallige onderhoud krijgen als waar we nu mee zitten? Dank u wel, de heer Diddewind. Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft 2 vragen. De eerste vraag is eigenlijk ook al gesteld door de fractie van de LPO en de collega van de VOV. Dat ga ik dus niet verder herhalen. De tweede vraag die wij hebben is, in het beleidsplan wordt geschreven over 2 bruggen die op het niveau veilig en heel en schoon worden onderhouden. Het gaat over de Vechtbrug en de Gietermekerkbrug. Daarnaast wordt in het raadsvoorstel gevraagd te besluiten voor het onderhoudsniveau veilig en heel. Hoe hard is dit als we daarvoor ja zeggen? Kan hier enigszins flexibel mee worden omgegaan? Want wat maakt het dat we bijvoorbeeld de nog te vernieuwen brug in Junne-Stegeren niet op dat topniveau inschalen?
Tot zover, voorzitter. Dank u wel. De portefeuillehouder. Ja, allereerst dank voor de complimenten. Ik breng ze bij deze over. De heer zit op de tribune. Eerst de ChristenUnie, het structurele onderhoudsbudget aanhouden. Dat is in principe voor de jaren 2018 tot en met 2022. En dan de tweede vraag die was van wanneer hebben we die 30.000 euro structureel toegevoegd. Volgens mij was dat bij de kadernota 2017, maar heel zeker weet ik het niet. Maar we gaan dat nog even na. Maar ik zie instemmend geknik op de tribune. Dus. De LPO die, heeft een aantal zaken geïnventariseerd en daarop zit het dwars dat het budget leidend is. Nou is het zo van wij komen voor 2018 90.000 euro tekort, maar dat wordt de komende vier jaar wordt dat ingelopen. En het scenario wat dan als een horror scenario gaat van ja, maar dan gaat alles kapot, dat is dus niet zo, want in principe hebben we het over vijf jaar ingelopen. En vandaar dat we het budget blijvend houden. Dus er is op basis van het scenario heel en veilig dan ook geen sprake meer van oplopende onderhoudsachterstand. En grote problemen zijn er dus niet. De duurzaamheid, de Partij van de Arbeid, die wil graag dat de duurzaamheid meegenomen wordt. Van, nou, wij maken duurzaamheid onderwerp van beleid de komende vier jaren. Ik zal bij de afdeling neerleggen dat hier ook aandacht voor is. D66, in 2020 een geoptimaliseerd budget. Kunnen we tussentijds geïnformeerd worden als er dingen aan de orde zijn. Er staat ergens ook volgens mij dat er voor eventuele calamiteiten extra budget gevraagd zal gaan worden. Dus tussentijds rapporteren als er iets ernstigs aan de hand is. Dat gaat zeker gebeuren. Ja, overzicht van de financiën, VOV en het CDA. Dat gaat dan voor het scenario heel veilig en schoon. Dat was dus niet strategisch uitgekozen in dit geval. En vandaar dat het niet opgenomen was. Nou, wat doen we met achterstallig? Die vraag die heb ik beantwoord. En dan een tweetal zaken. De brug in het centrum en de brug op het Gietermerkerkpad. Die worden voorzien van scenario A. Dat heeft te maken met het feit van in het centrum is de brug. En Gietermerkerkpad, dat heeft te maken met toeristisch iets. En dan gaat het ook om beeldkwaliteit. En wij vinden dat die beide bruggen nadrukkelijk in categorie A vallen. De brug in Junne, daarvan kun je zeggen van te zijn de tijd, die zit in toeristisch gebied. Alleen dan moeten we even goed gaan bekijken van hoe dat er allemaal uit gaat zien. Want de beeldkwaliteit van een brug met een stuw ziet er anders uit dan een alleenstaande brug. Tot zover, voorzitter. Ik dank u voor de beantwoording. Is er behoefte aan een tweede termijn? De heer Dunnewind, ga je gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording van de vraag. Ik had de vraag gesteld, hoe hard is dit inderdaad? En ik begrijp nu van de wethouder dat dat dus niet, de categorie A, dat dat niet keihard is. Dat we dus eigenlijk, als het nodig is, per brug of civiel kunstwerk gaan bekijken van of die status naar een A of een B, B blijft staan of naar een A moet. Of misschien wel C. Beantwoord uw vraag maar meteen. Nou, dat is iets te optimistisch gesteld van. Als u naar de bijlagen gaat, dan staat daar exact in van hoe de verdeling is per kunstwerk. En als er een kunstwerk in een toeristische regio is, dan valt die onder A. Maar volgens mij hebben we het op dit moment benoemd en hebben we de brug in Junne nog even uitgesteld. Of dat nou categorie A of categorie B wordt. Dank u wel. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, wat ik mis is een stukje nadere uitleg over dat achterstallige onderhoud.
van hoe we dat gaan inlopen en de beantwoording op de vraag van hoe het gesteld is met de schouw. Is dat er één keer in de vijf jaar of gaan we nu echt preventief schouwen om te verzorgen dat er achterstallig inhoud komt? Ja, voorzitter, en het antwoord over het stuk en het tekortkomen wat wij vonden over de financiële onderbouwing. Ja, dat vond ik toch eigenlijk wel een vervelend antwoord, want de wethouder zegt van ja, de keuze is daar niet op gevallen, maar volgens mij valt de keuze over 14 dagen in de gemeenteraad. En zonder ook maar een klein, toch maar, ja, het is natuurlijk een politieke vraag en misschien moet ik hem ook wel parkeren, maar aan de andere kant zou ik ook graag willen dat dit eens hamerstukken behandeld zou worden. Van is de wethouder dan van mening dat de keuzes in het collegeoverleg genomen worden en dat je daarmee niet de gemeenteraad volledig moet onderbouwen van welke keuzes de gemeenteraad hier moet nog nemen. Want de keuze ligt hiervoor en daar zou ik ook wel graag een onderbouwing willen, hè, dus, met name financieel, van alle keuzes die voor liggen. Dus nogmaals, is de wethouder van mening dat de keuze in het college bindend is en dat de gemeenteraad dan maar moet vissen naar getallen die niet in het stuk staan. Zijn er nog... Ja, de heer Mors. Dank u, voorzitter. De portefeuillehouder is ingegaan op calamiteiten. Maar het kan ook zo zijn dat in 2018 al geconstateerd wordt dat we in 2022 extra kosten krijgen. En dat zou ik ook graag dan al willen horen in plaats van pas na 1 januari 2020. Want dan kunnen we daar namelijk ook rekening mee houden bij de behandeling van de begroting. Dank u wel. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de beantwoording uiteraard van de wethouder gehoord. En naast dat ik me aansluit bij de heer De Jonge over de keuzes. Nog één toch over het niet uitvoeren in 2018 van wat wel in de inventarisatie naar boven is gekomen. Zoals gezegd, in die vijf jaar loopt die begroting glad. Ja, in het eerste jaar komen we 90.000 tekort, dat lopen we aan het eind van de termijn lopen we weer in en daarmee zou het dan glad lopen. En dan denk ik toch van, wat zijn dan niet de mogelijkheden als dat toch in vijf jaar glad loopt, om dan toch een aantal zaken naar voren te trekken en wel uit te voeren en dat dan in 2022 en 21 en 22 over te houden. Want op deze manier lopen we het risico dat we toch een aantal zaken gaan uitstellen die misschien geen uitstel dulden. Dus vraag 1 is van, kunnen we dat dan toch niet anders verdelen in financiële zin? Daar moet toch een creatieve oplossing voor te verzinnen zijn, denk ik. Want we geven niet meer uit, we geven het alleen wat eerder uit. En de tweede vraag is, zeker als daar een nee op zou komen, maar misschien ook wel bij een ja, is wij zouden graag toch voor de raadsvergadering een overzicht zien in ieder geval van wat uit de inventarisatie is gekomen voor 2018. Uitgesplitst naar wat we dan wel uit gaan voeren voor die 44.000 en wat we dan niet gaan uitvoeren voor die 90.000. Zodat we op basis van die lijst kunnen beslissen van zaken die eventueel dan toch in ons gevoel eerder wel in 2018 uitgevoerd zouden moeten worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Verder geen... Nee. De portefeuillehouder, ga er van. Ja, eerst in de richting van de VOV, de heer De Jonge. Uiteraard is het de raad die bepaalt wat er aan de hand is. Alleen strategisch was er in het verleden een keuze gemaakt voor dit scenario. En als de raad wenst dat het andere scenario uitgevoerd wordt, dan staat de raad vrij om bij de kadernota die bedragen in te vullen en daar geld voor vrij te maken. Ja, voorzitter, daar heb ik bij interruptie toch een vervolgvraag over. Want ik ken ook de wethouder als raadslid die altijd vrij kritisch was. En ik kan me nog een tijd herinneren met de heer Nijhuis in de richting van wethouder Legas. Altijd vrij kritisch was over de stukken die geleverd moeten worden. Maar is de wethouder dan van mening dat dit stuk wat nu voor ligt voldoende is? Dat de raad daar voldoende keuze uit kon maken? Of dat het beter was geweest om alle keuzes te onderbouwen? Want nu... Achteraf ligt het wel voor, hè? Want CDA en de ChristenUnie stellen daar op voorhand al vragen over. Dus er is wens aan de raad om inzichtelijk te krijgen van dat het stuk volwaardig is. In mijn optiek is dit stuk niet volwaardig. Is de wethouder dan van mening dat het stuk volwaardig was en dat de vragen van het CDA, ChristenUnie en de VOV overbodig zijn? Wat mij betreft hoeft de portefeuillehouder daar niet op in te gaan, maar zou ik deze vragen bewaren tot de raadsvergadering. Nou, voorzitter, dat betekent dus dat ik bij deze vraag om het als behandelstuk op de agenda te zetten. Ja, dan maken we eerst de ronde af. Of was u klaar met de beantwoording van
de tweede termijn? Nee, ik moet de vraag van de LPO nog beantwoorden. Van de inventarisatie van wat er gaat gebeuren voor het geld. En wat uitgesteld wordt ten grote van 90.000 euro. Die inventarisatie die bereikt u voor de raadsvergadering. Voorzitter. Ja, dank voor het antwoord, maar ik mis dan nog even de andere vraag. Dus vandaar dat ik eventjes terugkom. De eerste vraag was van, behoort het tot de financiële mogelijkheden om dat geld te herschikken, zeg maar eventjes in de tijd? Ik denk het niet, maar dat antwoord nemen we ook mee. Dank u wel. Dan hoeft de vraag niet meer gesteld te worden bespreekstuk of hamerstuk, want die uitspraak is al gedaan. Het wordt een bespreekstuk. Dank u wel voor de behandeling van dit agendapunt. Gaan wij naar het overleg met het college. Ik had de indruk dat er net ook al overlegd werd, maar nu echt de afdeling overleg. En aan de orde is het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Herzieningswolsweg 17 in Ommen. Ofwel de uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden van Ada's Hoeve. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer De Jonge, gaat u gang. Ja, voorzitter, nou, op zich hadden we van ons hier ook niet zo ver over hoeven te discussiëren. Maar ik heb een tweetal vragen. Hè. De eerste is van hoe het mogelijk is dat, dat er een verzoek binnenkomt op 29 september 2015, dat die nu pas voor ligt. En ik zou me kunnen voorstellen, want ik zal de wethouder daar een beetje mee helpen, dat er voor gekozen is om te wachten tot de Koekse Geul is aangelegd. Maar dan zou ik daar een vervolgvraag op hebben van waarvoor is er gekozen bij de Koekse Geul om daar wel een stuk in te verpakken dat over de camperplaats aan de Zwolseweg daarin verwerkt is. En dit stuk niet, want dat maakt het voor de raad had het wat makkelijker geweest als het een integraal stuk was geweest. Nou ja, verder kunnen wij inhoudelijk met een stuk leven. Hè, de omkatten van een paardenweide naar een stukje kampeerplaatsen voor toch wel een belangrijk iets in om de scouting. Want dat is toch wel de basis waar wij onze toeristen aan te danken hebben. Dank u wel. De heer Hemming. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben even wat voorwerk gedaan bij de buren van de scouting. En daar bleek mij uit dat er in een eerder stadium gesproken is over deze aanpassing, maar dat die zou gelden voor 10 jaar. Dit heb ik in een stuk gemist, dus ik ben benieuwd wat daar eventueel aan veranderd is of hoe we dat moeten lezen. En dan ten tweede, er worden natuurlijk extra plaatsen gecreëerd. Bestaat er de mogelijkheid dat de scouting op een gegeven moment gaat zeggen, goh, we hebben meer groepen, we gaan beide plaatsen bezetten? En is daar eventuele controle op? Dat is mijn vraag. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ja, het is overleg met het college, dus we willen wel graag onze mening hierover kwijt, omdat het niet terugkomt in de raad. We hebben eigenlijk niet zoveel opmerkingen over het stuk in het algemeen. Het gaat hier om de inzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan. Het komt dus in ieder geval nog een keer terug. Het voldoet aan het gemeentelijk omgevingsplan. Er lijken geen directe bezwaren vanuit de omgeving te komen, maar dat gaan we wel zien als het inzage ligt. We hadden op zich wel wat moeite met het argument dat er 3 extra veldjes nodig zouden zijn om andere velden rust te geven. Als je dan weet dat er op de Ada's Hoeve 25 kampeerveldjes zijn, dan is er maar een eenvoudig rekensommetje nodig om uit te rekenen hoe weinig rust dat betekent voor de andere veldjes als je die maar eens in de 8 jaar een jaar ruimte geeft. Dat lijkt ons letterlijk en figuurlijk geen zoden aan de dijk zetten. Maar het is goed dat er in ieder geval wel iets aan de ruimtelijke kwaliteit gedaan wordt. En al met al zeggen wij gewoon ter inzage leggen. Ik dank u wel. De CDA echt niet. De portefeuillehouder, gaat in gang. Ja, volgens mij zijn het in principe technische vragen. Dus ik vraag de heer Geilers om de vragen te beantwoorden. Goed. Nou kom ik wel in beeld. Ja.
Ten aanzien van de vraag van de VOV, waarom heeft het zo lang geduurd? Het verzoek is al heel lang in beeld. De scouting heeft dit al als een lang gekoesterde wens. Het is ook in de tijd besproken inderdaad met de Koekse Geul. En toen is gezegd van, goh, we gaan dit volgtijdelijk gaan we dit doen. Ze hebben gebruik mogen maken van, nou ja, bijvoorbeeld de gronden die vrijkwamen bij de aanleg van de Koekse Geul. Dus een deel van het zand is ook naar de scouting gegaan. Dus dit kon daarop wachten. En dat is de reden dat het verzoek is al heel vroeg ingediend. Maar in overleg met hun is dit traject gekozen. Waarom is het niet samengegaan met het traject van de Koekse Geul? Daar is bewust voor gekozen om het waterschap en de scouting heeft dat in overleg gedaan. Die zegt van, goh, het liefst willen wij dit er niet bij hebben. We willen zo min mogelijk ballast bij die procedure, want dit is weer een aparte zaak. Stel dat daar bezwaren op binnenkomen, dan vertraagt dat ook de aanleg van de Koekse Geul. En de aanleg van dat camperplaats aan die zijde maakte onderdeel uit voorheen van de Koekse Geul. Dat was één en dezelfde bestemming. En vandaar dat ervoor gekozen is van, ja, dat hoort er wel bij. Planologisch was het één geheel. En dat is bij de Aardershoeven, dat is een afzonderlijk planologisch bestemming. De vraag van de heer Hemming, er is contact geweest met de buren. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling van, het is tijdelijk, maar men heeft gezegd van, je ziet dat het continu nodig is om de velden rust te geven. De capaciteit van het terrein neemt ook niet toe, want de capaciteit is maximaal gesteld. Dus het is niet zo dat alle velden in gebruik mogen worden genomen. En dan wordt met de reguliere handhaving wordt daarin voorzien om dat te controleren, zeg maar. De ervaring met de scouting op dat vlak zijn overigens positief, dat moet ik daarbij ook zeggen. En dat is een goede relatie tussen de scouting en de gemeente. De vraag over, zet het zoden aan de dijk? Volgens de scouting wel. Scouting heeft zelf ook een certificaat binnengehaald op grond van natuurbeheer. We zijn er zelf ook geweest in het bos. Het zijn echt hoogopgaande bomen, heel veel schaduwrijke plekken. En dan zie je wat het ook kan doen als zo'n terrein een poosje slecht is geweest. Dan wordt het erg slecht. En dan heeft, velden hebben soms meerdere jaren rust nodig, zeg maar, om weer een beetje bij de tijd te komen. Maar de gradatie in velden op het terrein is groot. Je hebt hele grote velden, dat is echt wel duizenden vierkante meters. En hele kleine veldjes waar alleen maar schaduw kent. Dus er zit nog wel, je kunt niet zeggen van elk veld komt een keer aan de beurt of zo. Zo is het niet. Er wordt gewoon gekeken wat moet gebeuren en wat niet. En daar heeft men dus een protocol voor bij scouting. Dankjewel, Alfred. Is er nog behoefte aan een tweede ronde of zijn de vragen afdoende beantwoord? De heer Hemming. Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Ik heb alleen nog de vraag die 10 jaar zweeft in de omgeving nog. Bij de buren enzovoort. Moet daar nog meer gecommuniceerd worden dat deze daarvan op de hoogte zijn? Het bestemmingsplan voorziet daar dus heel duidelijk niet in. Hè. Dat is gewoon onbeperkt geldig, zeg maar, met die relatie daar dus bij. Het lijkt mij, als dat beeld leeft, ik heb begrepen dat de scouting overleg heeft gehad met beide partijen, bij de buren. Ik zal bij de scouting hen verzoeken om dit even te bespreken met de buren. Dat lijkt me wel zo reëel dat het gebeurt. Ook die vraag netjes beantwoord. Bedankt, beide. Dan hebben we hiermee de behandeling ook van dit punt gehad. En dan hoor ik uit uw reacties dat wij inderdaad het college kunnen adviseren om de vaststellingsprocedure mee te gaan beginnen. En het ontwerp ter inzage te leggen. Het college gaat uw gang, zou ik zeggen. Dank u wel voor de behandeling van dit agendapunt. Dan zijn wij toe aan de rondvraag. En dan krijgt van mij eerst het CDA de gelegenheid. Dank u wel, voorzitter. De eerste rondvraag die het CDA heeft aangebracht gaat over de Hessenweg West. 28 maart 2018, jongsleden, is in de commissievergadering van de Provinciale Staten ingesproken door een aantal inwoners van Varssen. In het bijzonder is aandacht gevraagd voor de situatie op de parallelwegen en het verwachte sluipverkeer op de Hessenweg West. In deze vergadering heeft de verantwoordelijke gedeputeerde met betrekking tot de situatie op de Hessenweg West de toezegging gedaan dat hij hierover contact zou opnemen met de gemeente Ommen. Tweetal vragen. Is er reeds contact geweest tussen de provincie en de gemeente? Is er inmiddels een afspraak gepland? Vraagteken. En de tweede vraag.
Hoe wordt de Raad op de hoogte gehouden van de uitkomst van een eventueel gesprek? Dank u wel, voorzitter. En ik dank u. Die vraag eerst behandelen? Of de antwoord toe houden? Meteen. Ja, dan meteen het antwoord. De portefeuillehouder, ga er gang. Er is nog geen contact opgenomen vanuit de provincie. En hoe de raad wordt meegenomen, dat hangt af van wat de provincie te bieden heeft of te vragen heeft. Als de provincie geld meebrengt om het probleem op te lossen, dan krijgt u een andere reactie dan wanneer de provincie aandacht vraagt voor de problematiek. Dit is voldoende antwoord op uw vraag. Dan beide bedankt. Dan de tweede vraag van het CDA. En daarvoor kan ik mevrouw Baakelaar het woord geven. Ik zal wat langzamer praten. Ja, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. De volgende vraag van het CDA heeft te maken met de informatievoorziening van de Raad. In de stentor van deze week stonden we weer mooi op papier en digitaal hebben jullie wellicht gezien. Want het project Vechto Vitaal gaat 3 jaar verder door. En we hebben een nieuw magazine, De Ommer. En u kunt zich voorstellen dat het natuurlijk zeer veel nieuwsgierigheid bij in ieder geval de CDA-fractie teweeg bracht met een aantal vragen. Maar vooral ook van, wellicht hadden we dit eerder willen weten, voorzitter. Dus wellicht kan het college daar iets over vertellen. En ook, hoe gaan we verder als het gaat om het Vitaal Vechtal? Daar zijn we een aantal keren over geïnformeerd. Ook in de klankbordgroep Sociaal Domein. Ik ben in ieder geval wel benieuwd naar hoe we daar verder mee omgaan als informatievoorziening richting ons. En een tweede extra vraag, dan gekoppeld aan ons nieuwe magazine De Ommer. Dan is er voor en door De Ommenaren. In het kader van het nieuwe Noberschap zou de CDA-fractie dan willen vragen van, ja, hoe worden de inwoners, de organisaties, de ondernemers ook actief betrokken bij de inbreng van dit magazine? Wie heeft dan de coördinatie en de redactie? Want zijn dat dan ook de inwoners of de organisaties of de ondernemers? Want dat zou de CDA-fractie wel heel erg mooi vinden. En wellicht ook nog een toelichting van, wat is de rol van Natuurlijk Omma ook hierbij? Dat waren de vragen. Dank u wel, voorzitter. En ik dank u. De portefeuillehouder. De portefeuillehouders. Ja, voorzitter, er zijn twee portefeuillehouders. Maar niet voor hetzelfde onderwerp. Dus ik zal het tweede onderwerp nemen, als u het goed vindt. De Ommer, die inderdaad afgelopen week gepresenteerd is. En u begon met de vraag over de informatievoorziening en dat vind ik een hele belangrijke vraag. Natuurlijk ook in mijn rol als, ook mijn andere rol dan als portefeuillehouder binnen het college. Ik heb deze week naar aanleiding van uw vraag ook opnieuw aan de communicatie gevraagd om de afspraken die er zijn over het toesturen van de persberichten, want ik denk dat u daarop doelt, aan de gemeenteraad om dat weer eens ter hand te nemen. Want ik heb vastgesteld dat daar een beetje de klad in is gekomen. En dat is niet chic, want dan kunt u in de situatie komen dat u in de krant leest wat u eigenlijk, als ik dat persbericht had gehad, gewoon een dag eerder al geweten had. Dus dat gaan we weer netjes in ere herstellen, zodat u goed geïnformeerd bent en blijft. Dus dat is denk ik het eerste. Over het magazine Ommer zelf. Misschien goed om daarover te vertellen dat het magazine een uitkomst is van het actieplan of het marketingplan Samen voor Ommen, zoals u dat op 16 mei 2016 samen met mijn ambtsvoorganger heeft vastgesteld. En daar zijn afspraken gemaakt over hoe zetten we Ommen op een goede manier op de kaart. De regiefunctie voor het produceren van De Ommer, want als uitvloeisel van die afspraken ligt bij de gemeente. En bij de voorbereiding van het document zijn de horeca, de winkeliers in het kader van een stakeholdergroep zijn betrokken geweest. Vechtal Marketing, Cultuurplatform, op die wijze is de betrokkenheid georganiseerd. Het magazine is ook in januari van dit jaar met hen besproken. Dus op die wijze hebben we ervoor gezorgd dat de betrokkenheid van onze lokale samenleving, dit specifieke element, juist omdat het gericht is
op het goed op de kaart zetten. Het mooi neerzetten van, of het goed neerzetten van hoe mooi Ommen is. Zo moet ik het vanzelfsprekend formuleren. Zo hebben we dat georganiseerd. De eerste editie ligt nu, zal volgende week bij iedereen op de mat liggen. Ik heb om toch iets van een kleine omissie recht te zetten, heb ik een hele stapel bij, zodat u hem in ieder geval krijgt. Dus dan hebben we dat in ieder geval voorkomen dat anderen hem eerder zien dan u. En we gaan de ervaringen opdoen met deze eerste ommer. En dan zal weer geëvalueerd worden en kijken hoe we op deze manier weer verder kunnen. Dus dat is de. Dit kan dus niet helemaal uit de lucht vallen. Het is echt een uitvloeisel van een al een tijdje geleden ingezet traject. En ik zorg dat u dadelijk allemaal een exemplaar van krijgt. Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in aanvulling op wat de burgemeester zegt. Nou, het algemene punt van informatievoorziening is genoteerd, hè, en de persberichten. Wat betreft Vital Vechtal, ja, het lijkt me een uitstekend idee om juist de nieuwe raad eerst te informeren. Dus ik zal met de partners er even over hebben van wat een goed moment is. Ik denk zo rondom de zomer zullen wel een aantal ontwikkelingen zijn om in samenspraak met de agendacommissie, bijvoorbeeld in de klankbordgroep, de nieuwste ontwikkelingen eens even toe te lichten. Dus dat neem ik graag mee en dan hoort u over na. Dank u wel. Zijn de vragen voldoende beantwoord? Uitstekend, voorzitter. Dank u wel. Meer dan voldoende dus, begrijp ik. Dan hebben we hiermee de vraag van het CDA gehad. En dan gaan we over naar de vraag van de VOV. Gaat die gang, meneer De Jonge. Ja, voorzitter, toeval bestaat niet. Want ook dit gaat over informatie, mijn vraag over informatie naar de raad toe. Want dat is volgens mij een van de kerntaken van een college om de raad te informeren. Ja, voorzitter, want als het gaat over burgerparticipatie, daar heeft deze raad zich al herhaaldelijk over uitgesproken en ook een opdracht uitgezet naar het college. Maar bij burgerparticipatie, daar past ook de participatie van de gemeenteraad bij en het informeren van de gemeenteraad. Voorzitter, gisteren werd ik en met mij nog een aantal raadsleden zeer verrast met de mededeling dat vandaag van start zou gaan Ik en Mijn Droom. En we hebben ons goed laten bijpraten van wat is nu Ik in Mijn Droom. En ik zou graag van het college willen weten, want ik heb door degenen die participeren in dat project Ik in Mijn Droom laten vertellen dat het een project is die al loopt vanaf 2015-2016. Waar een wethouder er geen heil in zag, een burgemeester, een toenmalige burgemeester er wel heil in zat. En dat het toen als een nachtkaas is uitgegaan, het project. Ik zie een aantal raadsleden al heel vaak aan het kijken. En dat het project nu zo opeens uitgevoerd gaat worden vanaf vandaag, zonder dat deze raad geïnformeerd is. En ik zou graag van het college dan wel van de verantwoordelijk wethouder willen hebben van hoe het mogelijk is geweest dat deze stap, de raadinformatie en het betrekken van de raad hierbij vergeten is en hoe het college denkt hiermee met dit project verder te gaan en de raad daar verder bij te betrekken. Ik maak achteraf een opmerking. De portefeuillehouder. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, als het gaat om informatie heb ik trouwens ook nog wel een opmerking, want mij werd deze opmerking om 12:00 vanmiddag. Ik denk van, goh, ik en mijn droom, ik ken het niet, maar ik zal eens even proberen na te vragen hoe het zit. Dus misschien is het ook wel goed als er dan inderdaad informatie gevraagd wordt, dat ook wordt, meer precies wordt aangegeven van waar het dan precies om gaat. Want datgene wat de heer De Jonge nu hier verbaal inbrengt, had hij ook even op de mail kunnen zeggen, dan had ik het iets beter begrepen. Dat is één. Kunnen elkaar een beetje helpen, zou ik zeggen. Twee, ik denk dat hij doelt op een voormalig project. Ik weet het dus niet zeker, maar ik denk dat hij doelt op een voormalig project dat heette Dreamers. Dat is een commercieel verhaal waar het toenmalige college van gezegd heeft van, nou, misschien is het goed om eens een keer met een aantal partijen om het te gaan praten om op zichzelf van om een goed idee eens een keer uit te werken. En wat ik nu weet is dat er inderdaad nu een pilot aanstaande is. Hij is nog niet bezig, maar aanstaande is om uitgerold te worden. En dat is wat ik op dit moment weet. Dank u wel. Ja, voorzitter, kaatsen, dat heeft geen zin, hè, want ik heb er bewust voor gekozen om deze vraag aan te geven en ook project aan te geven. En waarom? Omdat wij gisteren te horen hebben gekregen dat met name wethouder Schelen voorlopig op de dikte is. En het verbaast mij dat hij niet op de dikte is. Want er staat een naam in de folder van iemand vanuit de bestuurlijk van de BOH
die participeert daarin. En ik kan me toch niet voorstellen dat ambtenaren als ZZP'er aan de slag gaan zonder dat het college om daarover geïnformeerd is. Dus wellicht moeten we het daar toch dan maar eens op een andere, aan de andere tafel over hebben. Want in ieder geval waren wij als aanwezigen zeer verrast en dan getuigt het toch wel van een beetje onderzoek en terugkoppeling naar de raad hoe dit gelopen is. Heeft de portefeuillehouder nog behoefte om hierop in te gaan? Niet? Niet. Dan wil ik toch mijn opmerking maken wat betreft de rondvraagpunten. In tegenstelling tot wat formeel geregeld is met de raad, hè, dat daar dat vraag een half uurtje van tevoren uitgeschreven en al wordt ingediend, hebben we niet een soortgelijke keiharde regeling afgesproken voor de commissie. Tegelijk hebben we wel een soort, ja, ik mag niet zeggen herenovereenkomst natuurlijk, want er zitten ook dames bij, maar wel een afspraak gemaakt dat wij vooraf de vragen zullen indienen. En dan kan ik mij voorstellen dat de vraag wat inhoudelijker wordt gesteld, omdat degene die een antwoord geeft niet helemaal op het laatste moment nog aan de gang moet om daar een juiste invulling aan te geven, een juist antwoord op te geven. Dus dat voel ik hier een beetje aan de hand. Nog afgezien van dat er naar mijn oordeel ook wel wat over verschillende zaken wordt gesproken, althans verschillende invalshoeken. Het lijkt mij wel goed dat dit soort projecten wel een absolute duidelijkheid verdienen in aanpak en in behandeling. Dus als de portefeuillehouder, wanneer hij daar gelegenheid toe ziet, ook op dit en soortgelijke projecten nog zou willen ingaan, dat in ieder geval melden naar de raad, dan zou dat denk ik welkom zijn. Ja, voorzitter, wat ik nu weet is dat, zeg maar, dit een, als het dit betreft trouwens, maar goed, even in die veronderstelling, hè, dan is dat een pilot en dan gaat het over jongeren die een droom mogen formuleren. En bij mijn weten zijn die jongeren nog niet, zijn die jongeren nog niet binnen en laat staan dat hun droom is geformuleerd. Dus met andere woorden, het ei moet nog worden gelegd. Laat maar in Pasentijd blijven. Het ei moet nog worden gelegd. En ja, die jongen wil in feite al weten van hoe het ei eruit ziet, terwijl de kip het nog moet leggen. Dat vind ik een beetje lastig. Voorzitter, toch even heel kort, hè, want het is iets anders dan de wethouder schetst. Hè, en dat blijkt wel uit dat hij waarschijnlijk toch niet de kennis heeft die hij had moeten hebben. Want het is een volledig uitgewerkt project waar een aantal mensen in participeren. Dus ik zou er toch naar willen kijken. Er is een folder, heb ik net naar de Giffie gemaild. Dus ik ga ervan uit dat de Giffie die folder doorzet naar het college toe. En daarnaast, voorzitter, wil ik daarbij aangeven, en die wil ik, ik weet niet hoe ik het moet openen, want daar ben ik ook een beetje digibet in. Ik lijk de vorige burgemeester al. Maar ik heb een filmpje die ook gemaakt is. Het is een volledige film gemaakt over dat project en die er om me heen gaat. Dus het is iets anders dan de wethouder hier schetst. En ik zou dan toch willen vragen aan het college om wat nader onderzoek te doen en de raad te informeren van wat de bevindingen zijn. Dank u wel. Precies op dit aspect doelde. Op dit aspect doelde ik ook. Wie wilde? Oh, voorzitter, ik zit natuurlijk ook maar als collegelid hier in de commissie. Maar ik zou toch de commissieleden, ook de raadsleden, op willen roepen. Als ze vragen stellen, dan ook gericht vragen te stellen. Want er ontrolt zich nu een debat dat een hele andere kant opgaat, zelfs dan de vraag zoals die gesteld is. En ik zou het op prijs stellen, nee, ik zou u willen uitnodigen, want dat is mijn rol om u uit te nodigen, om de kwaliteit van het debat op een goed niveau te tillen, op elkaar echt te helpen en de vragen ook de vragen te laten zijn, zodat ze goed kunnen worden beantwoord door een goede voorbereiding. Ik had behoefte om u dat toch mee te geven. Dank u wel. Dat is inderdaad één aspect, maar het gaat er mij ook om dat er geen verschillende verhalen in de wereld komen. En dat zal op een nette manier moeten worden kortgesloten. En niet om elkaar de maat te nemen, maar wel om samen een stap verder te komen. Vandaar mijn vraag net of de portefeuillehouder daartoe een gelegenheid ziet om wanneer er wat te melden valt, om de raad daar dan ook inderdaad van op de hoogte te stellen.
Ja, voorzitter, ik ben het niet eens. Wat de burgemeester zegt, dat deel ik niet helemaal. Maar ik stel voor, voorzitter, twee dingen. Of dan zal ik een gerichte vraag nu stellen, als u mij dat toegeeft. Wil de wethouder, dan wel het college, ons schriftelijk zo spoedig mogelijk informeren? En de tweede is, als dat niet kan, dan ben ik genoodzaakt om over 14 dagen wel die gerichte vragen in het politieke arena te stellen. Maar ik zou, want het verbaast mij dat we niet over geïnformeerd zijn. Ik verbaas me er ook over dat het college schijnbaar ook niet geïnformeerd is. En mijn doelstelling is, kijk ook even naar de burgemeester, is om dat gezamenlijk, dat deel ik wat de heer Van der Mooren zegt, om gezamenlijk te kijken van hoe we dat kunnen voorkomen en het lek boven water te halen hoe dit zo is kunnen gebeuren. Hè. Want als er een folder ligt en een filmpje, ja, dan is het ons en waarschijnlijk u ook overkomen. Nou, dat denk ik niet. En dit wil ik nog even gezegd hebben. Ik heb vanochtend, om 12 uur kreeg ik dus de bericht van de Griffie dat er een vraag zou komen over, met één regel. Er komt een vraag over ik en mijn droom. En toen heb ik gezegd, van, nou, dit zegt me niet direct iets, maar wat is dan de onderliggende vraag? Ik stel vast dat u niet bereid bent geweest om een nadere duiding te geven van uw vraag, ook naar nadrukkelijk verzoek van mij, zodat ik mij goed kon voorbereiden, terwijl u dat dus wel heeft, blijkens wat u nu net zegt. Zo helpen we elkaar dus niet, meneer De Jonge. Ik stop deze discussie. Dank in ieder geval voor deze inbreng. En dan is hiermee ook de rondvraag geweest. Agenda punt 9, sluiting. En dat is op dit moment het makkelijkste en zijn we binnen een uur klaar. Ik dank u voor uw inbreng.